Wat wil je laten doen als je stopt met profvoetbal? Zo, dat is een goede vraag. Ik heb er eigenlijk nog niet heel veel over nagedacht, maar ja, ik wil wel graag iets in de voetbal blijven doen. Of iets met sport, maar het liefst wat met voetbal. En ja, wat dan op mijn pad komt, dan moet ik dan kiezen. Okay. Wat zijn je hobby's naast het voetbal? Ik heb niet echt hobby's naast het voetbal. Ik heb wel ook andere sporten waar ik veel van hou en wat ik graag kijk. En dat is bijvoorbeeld tennis. Vind ik wel heel leuk. Dus ja, geen hobby's, maar veel sporten waar ik graag naar kijk. Oké. Okay. Wie was vroeger jouw voorbeeld en waarom? Ja, dat is misschien een hele rare, maar het was David Beckham. Toen ik jouw leeftijd had, was ik zelf middenvelder. Nu ben ik dan verdediger. En hij stond ja, een beetje op mijn positie. Dus ik keek graag naar hem. En ja, hij was mijn voorbeeld toen ik klein was. Bij welke voetbalvereniging ben je begonnen en hoe oud was je toen? Ik denk dat ik 4 of 5 jaar oud was. En ik begon bij SC Batuverdorp. Dat is niet hier in de buurt, maar er ligt dicht bij Amsterdam, waar ik ook vandaan kom. Dus daar ben ik begonnen. Okay. Van wie heb je veel geleerd bij FC Utrecht? Zo, dat zijn er meerdere, denk ik. Nu de laatste tijd leer ik denk ik het meest van de wat oudere spelers die al wat meer hebben meegemaakt in hun carrière. Zoals Willem Jansen of Jeroen Verhoeven. Wat doe je graag als je niet met voetbal bezig bent? Ja, van alles eigenlijk. Ik woon in Amsterdam in de stad, dus ik ga graag de stad in, wat drinken, lunchen of ik kijk graag een film via Netflix dan. Ja, of PlayStation tegen vrienden, dat soort dingen doe ik graag. Door welke Nederlandse trainer zou je ooit nog getraind willen worden? Ja, dat is een lastige. Ja, er zijn er wel veel, denk ik. Maar ja, Frank de Boer lijkt me wel leuk om onder te trainen. Wat is de ergste blessure die je ooit opgelopen hebt? Dat is denk ik aan mijn enkel. Dat heb ik meerdere keren gehad. Maar ik had mijn enkelbanden gescheurd. En ja, ik denk dat ik daar 2,5 maand voor moest revalideren. En dat heb ik al 3 keer gehad. Dus vandaar dat ik vaker tape. Dus ik tape mijn enkels, zodat het niet gaat gebeuren. En de laatste, hoe vond je het interview? Leuk, goede vragen en dankjewel.